Psychische hulp voor Bridget. Niet alleen haar breuk met André Hazes heeft erin gehakt. Ook eerdere amoureuze teleurstellingen zou Bridget Maasland niet hebben verwerkt. De presentatrice zou zich op advies van haar hartsvrienden hebben gewend tot psychische hulpverlening. Zo vertelt een bron uit Bridget's directe omgeving aan Story. Ze moet iets doen. Bridget Maasland, 45, kan bij het grote publiek nog maar weinig goed doen sinds André Hazes, 26, haar meedogenloos aan de kant zette om terug te keren in de armen van Monique Westerberg, 42. Maar ze kan altijd rekenen op de onvoorwaardelijke steun van een hecht groepje vrienden. Met hen praat Bridget over haar diepste verdriet en angsten en Bridget luistert ook naar de goed bedoelde adviezen van haar vertrouwelingen. Zij zouden de geplaagde presentatrice hebben aangespoord om hulp in te roepen van een psycholoog. Een bron uit de directe omgeving van Bridget vertelt aan Story, haar vrienden zijn om haar heen gaan staan. Het is niet zo dat ze gered moest worden, maar ze moet wel iets doen. En dat heeft niet eens te maken met die breuk met André, hoe hard die er ook heeft ingehakt. Al sinds de breuk met Pepijn is ze niet meer in staat geweest om een echt stabiele relatie aan te gaan. Dat heeft psychische gevolgen en daar is best het nodige aan te doen. Het verdriet om haar teleurstellende amoureuze leven lijkt Bridget nu aan te grijpen om aan zichzelf te gaan werken. Dompelde ze zich voorheen in het uitgaansleven om mogelijk de realiteit te ontvluchten. Nu zou Bridget hebben besloten haar weggestopte verdriet onder professionele begeleiding te gaan verwerken. Bridget meldde onlangs aan Story geen vragen over haar privéleven meer te willen beantwoorden. Push came to shove, I don't really wanna talk about the things. All I say is why you tripping for? She's just a friend, I don't pretend. Mannequins, I'm a real man. I got soul, no Pinocchio. Girl, I'm not deceiving. I told you, girl, I'm not lying.